Voetbal is voor veel mensen de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar er hangt ook vaak geweld omheen. Voetbalsupporters gebruiken steeds meer geweld bij wedstrijden. De rellen waren zo heftig. Hooligans gaan steeds vaker met elkaar op de vuist. Hoe komt dat toch? Ik ben Ramon Spaai, sportsocioloog. En hier in de werkplaats duik ik met jou in de wereld van het supportersgeweld. Een beroemd citaat is: voetbal is oorlog. Maar letterlijk is voetbal juist geen oorlog. Sport in het algemeen is juist ontstaan deels als een alternatief voor geweld. Geweld was eeuwenlang dé manier om de hiërarchie tussen groepen te bepalen. Maar met het oprukken van de beschaving werd dit steeds minder geaccepteerd. Association football is the most popular outdoor sport in Britain. In plaats van dat je elkaar met knuppels of blote vuisten te lijf ging, koos je bijvoorbeeld bij voetbal 11 mensen uit. Die gingen namens jouw groep de strijd aan met een andere groep, binnen afgesproken regels. Overtrad je die regels, dan werd je van het veld gestuurd en mocht je niet meer meedoen. En als de scheidsrechter afblies, dan was de wedstrijd ook echt afgelopen en wist je wie de beste was. Voetbal werd met de jaren een echte volkssport, met steeds meer beoefend door mensen uit wat we noemen de arbeidersklasse. Een laag van de bevolking waarin het gebruik van agressie en geweld meer sociaal geaccepteerd was om met conflicten om te gaan. Het geweld bleef lange tijd redelijk binnen de perken. Maar in Engeland in de jaren 60 van de vorige eeuw zag je dat veranderen. Door de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog kwamen er heel veel jongeren. Met die jongeren ook ontstonden nieuwe subculturen. Onder andere een subcultuur van georganiseerd geweld. In bijna elke wijk zag je groepen agressieve jongeren die vonden dat ze in hun territorium de baas zijn. Als dit een stad is met verschillende wijken, dan zag je die groepen jongeren hier, hier, hier en hier. En als er een profclub in de buurt was, dan verbonden ze de identiteit met die club, hun club. En als jouw ploeg op bezoek gaat in een andere wijk of stad, dan gaan de jongens mee om daar te laten zien dat zij de sterkste zijn. Wat de supporters van de thuisploeg natuurlijk anders zien. En dan kunnen er rellen ontstaan, zowel buiten het stadion, maar ook daarbinnen. En op de tribunes kreeg je bijna een wedstrijd op zich tussen supporters van de uit- en de thuisploeg die elkaar gingen aanvallen. Allemaal leuk en aardig dat dat in Engeland gebeurde. Maar wat heeft dat nou te maken met Nederland? Nou, best veel. We hebben zelfs een officiële begindatum van voetbalrellen in Nederland. 29 mei 1974. Op die dag speelt Feyenoord de UEFA Cup finale tegen Tottenham Hotspur uit Londen in de Kuip. De Kuip verandert die dag in een slagveld. Voor de ruigere Feyenoorders is het gedrag van Tottenham supporters een bron van inspiratie. Ze denken, hey, dit willen we ook, hier valt wat te beleven. Bij Feyenoord ontstaat een harde kern voor wie het voetbal een podium wordt om te gaan rellen. We zien dit ook gebeuren bij clubs in andere steden. Bij FC Utrecht, bij Ajax en bij Den Haag. En vervolgens bij bijna alle clubs. In die vroege jaren zijn dat met name jongeren uit de arbeidersklasse. Maar tegenwoordig trekt het relschoppers uit vrijwel alle lagen van de bevolking. Bij het geweld van die radicale supportersgroepen zijn 6 factoren van belang. 1. Relschoppers zijn in meer of mindere mate opgefokt. Ze hebben het gevoel dat het wel eens los zou kunnen gaan. Ze lappen de geldende normen aan hun laars. 2. De relschoppers willen zich bewijzen als mannen. Mannen die niet bang zijn, die sterk zijn, die hun vuisten laten spreken. Zoals ze dat buiten het voetbal misschien niet zo vaak doen. 3. Punt. Territoriumdrift. Leden van de harde kern hebben een duidelijk beeld van wat hun territorium is. En ze kicken erop om het territorium van de tegenstander te schenden. Het stadion, supporters home, de stamkroeg. 4. Reputatie. Alles wat die reputatie in gevaar kan brengen, willen zij bestrijden. Hierin spelen sociale media ook een grote rol. Daar wordt het bewijs van je reputatie vastgelegd. 5. Groepsgevoel. Relschoppers zijn nooit alleen. Ze zijn altijd in een groep. Ze voelen zich geen buitenstaanders. Ze horen er juist bij. Ze voelen zich gezien. En tot slot is autonomie belangrijk. Relschoppers vinden dat er niemand boven hun staat. Zij zijn de baas. Het gezag, de overheid, bedreigt hun autonomie. En daarom is de politie hun natuurlijke vijand. En als de relschoppers zich respectloos behandeld voelen, dan wakkert dat hun groepsgevoel juist verder aan. Helemaal voorspellen wanneer het misgaat, kunnen we natuurlijk nooit.
Maar we kunnen wel een aantal factoren aanduiden waardoor de spanning gevaarlijk hoog kan oplopen. Als er twee clubs tegen elkaar spelen die elkaar als rivalen zien, hangt er meer spanning in de lucht. Het kan zijn dat de ene club bij een vorige ontmoeting benadeeld is. Clubs kunnen de spanning ook zelf verder opvoeren. Bijvoorbeeld als bestuurders uitlatingen doen in de media. Of als oud-spelers de boel op scherp zetten. En daarna is er nog maar heel weinig nodig om de boel te laten ontploffen. Als de politie vervolgens ingrijpt, zie je dat de grote meerderheid van de mensen die ze arresteren zogenoemde first offenders zijn. Die zich ofwel hebben laten meeslepen of zich willen bewijzen ten opzichte van bekende relschoppers. De politie doet er daarom goed aan om in de gaten te houden wie de echte relschoppers zijn en wie meer de gewone supporters. Want als je iedereen hard aanpakt, dan kunnen ook de gewone supporters zich ontpoppen tot relschoppers. En daarmee maak je het probleem alleen maar groter. Hoi! Ik ben Marij Dinkelman-Smit, uroloog-androloog en in de volgende aflevering vertel ik jou waarom er nog geen mannenpil is.